Hans Hatenboer was niet erg verrast toen hij vrijdag hoorde dat hij bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal zat. Ik zat natuurlijk al bij de voorselectie. En ik draai een goed seizoen. Dus ik was blij, maar hield er ook wel rekening mee, zei de 24-jarige verdediger volgens het Algemeen Dagblad toen hij zich maandag meldde in Zeist. Hatenboer speelt bij Atalanta veelal in een 3-5-2 systeem, waarbij hij de hele rechterflank bestrijkt. De international denkt dat bondscoach Ronald Koeman tegen Engeland en Portugal mogelijk zo'n systeem wil testen. Ik denk dat ook daarom de keuze op mij is gevallen, door de zware trainingen daar heb ik veel meer inhoud gekregen, vertelt hij over zijn Italiaanse werkgever. We spelen daar met 5 verdedigers maar toch ook heel aanvallend. Ik sta het meest van de wedstrijd op de helft van de tegenstander. Hatenboer verruilde FC Groningen ruim een jaar geleden voor de club uit Bergamo, terwijl hij ook naar Feyenoord kon. Ik speelde al 4 jaar in de Eredivisie en was wel toe aan een nieuw avontuur. Ik had geen betere beslissing kunnen nemen. Ik ben in een jaartje echt enorm gegroeid bij Atalanta.